vragen jullie ook af wat de beautygeheimen zijn van celebs om er zo goed uit te zien? Ik dus ook. Straffer nog, ik mag vandaag een kijkje nemen bij Tine Oltmans. Today is gonna be a good day. Don't care what anybody else say. Dankjewel Tine om me uit te nodigen vandaag. Graag gedaan. Wij kennen elkaar natuurlijk van de Yuppie Shoot, waar ik nog jouw make-up heb gedaan. Ja, ja, lang geleden. Maar van waar kennen de mensen jou eigenlijk? Wat doe je allemaal? Goh, de mensen kennen mij waarschijnlijk van Ghost Rockers, waar ik Mila in speel, waar ik... Ja, je mag zingen, dansen, acteren. Liedzangeres ben ik ook van hun groep. Mm-hmm. En binnenkort zal ik ook in Door een Roosje musical staan. Leuk! Ja. Als actrice sta je natuurlijk veel in de spotlight. Ben je vaak bezig met beauty? Ik ben er een beetje echt een newbie in. Ja. Ook als wij onszelf moeten make-uppen voor de optredens, ik ben daar zo slecht en traag in. Wordt waarschijnlijk veel gedaan. Nu waarschijnlijk ja, op de set veel... wordt dat heel veel ja. gedaan. Maar voor optredens moeten we dat zelf doen. En ik probeer dan wel zoiets anders te doen of zo, maar... Dat werkt niet altijd even goed, maar ik probeer het wel. Ik vind het ook zeer interessant, ja. Maar ik ben er gewoon niet zo... Want ik zie op jouw Instagram toch veel dat je experimenteert, bijvoorbeeld met valse wimpers of gekleurd haar. Ik wil wel altijd zoiets nieuws proberen. Ja. Onlangs ook glitter freckles geprobeerd. Ja. En ik vond dat kei tof. Dat is heel mooi, heb ik gezien. Heel leuk. Maar ik ben er niet goed in, dat zeg ik ook. Ik doe maar wat. En als dat leuk is, dan doe ik dat nog wel eens een keer. Of ja. zoals kleuren in mijn haar, ik vind dat wel tof om te zien. Het ziet er nogthans altijd wel heel mooi uit, vind ik. Het doet het zeer goed. En spendeer je 's morgens veel tijd aan je routine? Veel te weinig. Ik ben geen ochtendmens. Ik ontbijt amper. Eigenlijk ben ik tegen de middag wakker, dus er is een beetje een middagroutine. Confession. Ja. Kijk, ik stel voor dat we eens een kijkje gaan nemen naar je routine dan. Oké, spannend. Alright, Tine, we staan in je badkamer. Je hebt mij verteld dat je skincare routine eigenlijk niet zoveel inhoudt. Nee, nee, nee. Vertel eens, wat gebruik je dan juist? 'S Ochtends als ik wakker word, dat is wel iets wat ik elke dag doe. Dan ontchunk ik mij eigenlijk. Oh, ja. Haal ik de restanten van vuil ja. op mijn gezicht af. Omdat 's avonds je zweet veel, al je afvalstoffen komen in je slaap naar buiten. Ja. Dus ik merk toch wel dat er toch 's ochtends toch veel afkomt. Ja, ja, zeker. En dan gebruik ik gewoon ja, micellair water voor, omdat dat het zachtste is voor je gezicht. Dus je klint je gezicht eigenlijk niet met een zeep, enkel een micellair water? Nee, omdat, ik vind dat er nu al best wel wat afkomt. Als ik mij ontschmink, dan gebruik ik wel meer. Mijn ogen doe ik ook altijd. Als ik voor dat echt mij ontschmink, dan gebruik ik dus ook mijn micellair water. Ja. Maar er zit olie bij. Ja, een extra kracht ja. eigenlijk om echt alles weg te halen. Arganolie denk ik zelfs. Ook heel goed. Ja. Dus, en omdat mijn huid is nu een beetje slechter dan normaal, ik heb veel last van paarsjes en zo, dan gebruik ik wel een tonic. Oké. Maar zeepen en zo, ik heb een heel gevoelige huid. Ja. Dus dat heeft bij mij echt het tegenovergestelde effect eigenlijk. Oké. En mijn hals ook altijd. En gebruik je ook een dagcrème? Ja. Of? Nu gebruik ik een serum ja. van Uriage ook. Dat zorgt ervoor eigenlijk dat je dagcrème zich dieper in de huid hecht, waar het veel meer gehydrateerd wordt. Dus je combineert die twee eigenlijk ook. Ja. En eigenlijk is het dat. Oké, dus echt wel heel snel. Dit is het enige wat ik eigenlijk doe. Dus eigenlijk moet alles een beetje heel snel gaan voor jou. Snel producten. Ik heb daar niet zoveel zin in. Ja, dat snap ik volledig. En ik zie ook een heel mooi rekje vol met leuke make-up. Draag je dagelijks make-up? Nee, ik draag niet dagelijks make-up. Als ik wel zoiets aan doe, dan is dat mascara. Dat is wel echt een must. Vind ik, dat is ook een hele simpele gewoon van Maybelline. Dus je bent een beetje wel van het principe, het hoeft niet per se duur te zijn om een goed product niet. Te zijn. Nee. Eigenlijk. Ik heb ook zoiets van, je zoekt je eigen producten. Als je goedkope varianten kunt vinden, waarom zou je dat niet doen? Ja. Kan je ons misschien ook eens snel tonen hoe jij je make-up routine doet? Oké. These are the days, the world feels like it's spinning round and round. Ik ben eigenlijk best wel stress. Doet dat echt goed? Make it hard in the Back when we started. These are the days. One feels like it's spinning round and round in the bud. These are the days. Feels like a new beginning.
helemaal zot van. Ja. Dat is ja, ook een highlighter eigenlijk. Maar in vloeibare vorm. Alsof je zo gezweet hebt. Ja. Het is zo... Dat is ook een look die echt in is. Ja, nu, er zit geen glitter in. Waardoor het daar wel heel natuurlijk is. Ja. Ja, heel mooi. Zorg zo'n beetje voor een dewy effect in plaats van een... Maar, glinsterend. Omdat ik daar zo zot van ben, ga ik daar mijn poeier op. Aha, jij gaat het wel extra benadrukken. Ja. En dan ga ik mijn highlighter afmaken. Met poeder. Glow, glow, mooi. Ja, ik vind het best... heel mooi. Het is mij ook opgevallen dat je eigenlijk niet bent gestart met foundation. Nee, ik draag nooit foundation. Huh? Als ik wel iets doe, dan is dat wat concealer en dan zo over de puistjes en zo. Ja. Of als ik wat balkjes heb en zo. En dan denk ik, dit is ongeveer wat ik zou doen als ik zou gaan filmen. Oké, dus dat is een beetje typische tine daily make-up. Maar dan zonder lippen dan zo, hè? Maar dan, zonder lippen, ja. Oké, en tot slot vraag ik mij af of jij nog vraagjes voor mij hebt. Heb je bijvoorbeeld beautyvragen die je al lang wil stellen? Of? Iets waar ik nu, omdat ik zo heel de highlighten en zo, vind ik super tof. Ja. Wat is nu het verschil tussen highlighten, contouren en strobing? Want dat is... Oké. Wel, dat is een vraag eigenlijk die ik ook wel nog veel krijg, want strobing en highlighten zijn gewoon helemaal hetzelfde. Maar ik vind het al, waarom noemt je het dan? Dat is een beetje trendgevoeligheid ook. Ah, ja. Highlight is heel erg in nu, zeker sinds Kim Kardashian. Ja. Dus ze hebben daar gewoon nieuwe namen op geplakt, maar highlighting en strobing is juist hetzelfde. Hè? De jukbeenderen, zoals je net hebt gedaan. Maar contouren is wel een verschil, daar ga je echt met donkere tinten, zoals... Hier in jouw Smashbox paletje. Zoals die twee ga je echt onder je jukbeenderen. Ja, ja. Ik zal misschien stonen waar. Onder je jukbeenderen echt bruin aanbrengen. Daar kan je je neus doen. En dat is eigenlijk een beetje om bepaalde gezichtskenmerken te verminderen of te versterken eigenlijk. Dus dat is een beetje het grote verschil tussen die twee. Oké, dankjewel Tine voor ons een kijkje te laten nemen. In jouw badkamer en jouw beautytips te delen. Vond je deze video nu leuk? Geef dan zeker een thumbs up. En is er nog iemand van wie je graag de beautygeheimen wil ontdekken? Laat het ons zeker weten in de comments below. Tot de volgende!